Hallo iedereen, welkom in deze vlog. Velen van jullie vragen mij vaak van welke zwembril zou ik eigenlijk best kopen voor op de zwemtraining of voor op een wedstrijd. Wel, vandaag zal ik jullie dit uitleggen. Ik heb hier drie modelletjes bij me. Ik zal eerst beginnen met de Airspeed. Dit is een nieuw model. Zoals jullie zien is die gemaakt zo uit honingcelletjes. Die zorgen ervoor dat dat heel comfortabel ligt eigenlijk op jullie ogen. Ik raad deze zwembril eigenlijk heel erg aan op de zwemtraining. Zeker als je 2 uur of langer moet zwemmen. Soms kan dat wel heel pijnlijk zijn aan je ogen. Deze zit ook wel heel comfortabel. Nu, ik vind deze wel een beetje minder hydrodynamisch. Daarom zou ik hem eerder aanraden op training en niet op wedstrijd. Van deze drie is deze Airspeed eigenlijk de goedkoopste. Dus ook voor recreatieve zwemmers is het ideaal om eigenlijk zo'n zwembrilletje te kopen om te trainen. Bij de volgende hebben we dan de Cobra zwembril, Cobra Mirror. Je hebt ze ook, dus hier is het in spiegelvorm, maar je hebt ze ook transparant. Ook in allerlei verschillende kleuren. Als jullie interesse hebben, ga gerust naar de website van Arena Water Instinct en daar vinden jullie allerlei kleuren. Deze zwembril is eigenlijk geschikt zowel op training als op wedstrijd. Hij is iets smaller dan de Airspeed natuurlijk en ook wel veel meer hydrodynamischer. Qua prijs is hij dan ook wel een klein beetje duurder. Dus die zit echt wel super goed. En dan hebben we nog een derde bril. Deze is de Cobra Core zwembril. Heb je ook in spiegelvorm en doorschijnend in allerlei kleuren ook. Dus zo, deze bril raad ik eigenlijk vooral aan op wedstrijd. Je kan er gerust ook op training mee zwemmen. Nu, waarom vooral op wedstrijd? Ik vind altijd als je hem voor de eerste keer opzet, dat hij echt perfect zit. Terwijl op training, soms zet je bril zo op en af. Dan blijft hij ook wel gerust goed zitten, maar hij is echt wel gewoon perfect voor wedstrijd. Hij is ook wel heel goed hydrodynamisch, dus de perfecte bril voor de wedstrijd. Hij is natuurlijk ook nog een stukje duurder, dus vandaar zou ik hem ook vooral aanraden op wedstrijden. Ook heel belangrijk is altijd om je brilletjes heel goed te onderhouden. Dus na een training reinigt hij gewoon eens met helder water. Soms kan je ook een spray bij Arena kopen voor je zwembrillen te reinigen. Dat kan je ook zeker op de website terugvinden. Maar zorg daar heel goed voor. En natuurlijk, ja, als je in de zee zwemt bijvoorbeeld, voor triatleten misschien, dan kan het wel eens gebeuren dat je bril wat minder mooi eruit ziet. Dus als je die op tijd altijd mooi reinigt, heb je daar nooit geen last van. Ziezo, ik hoop dat jullie het heel interessant vonden. Als jullie nog van mijn filmpjes willen zien waar ik uitleg geef over interessante weetjes, vergeet dan zeker niet jullie te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En tot de volgende!